kom op, hou de tempo vast, hè. Hou de tempo vast, hè. Kom op, hè. Hoe voelde zo'n tijdrit vandaag voor jou? Zwaar. Heel zwaar. Het weer. Het is natuurlijk hartstikke warm. Speelde vooral een grote rol. De klimmen ook. Het is gewoon echt pittig hier. Ja. Hoe deel je zo'n tijdrit in? Want het is heuvelachtig. Dan kan je ook niet echt in je ritme komen, lijkt me. Ja, in het begin heb je natuurlijk op de heenweg na 10 kilometer keer je om. De heenweg heb je vooral klimmen. Maar op de terugweg, vergeet je niet, heb je ook nog gewoon klimmen. Maar wat meer bergaf. Nou, ik vind gewoon, ik heb nooit echt ingedeeld. Ik vind gewoon vanaf het begin tot aan het einde is pijn lijden en gewoon vol gas gaan. Kom op, Nick, hè. Daar gaan we draaien, hè. Kom op, hè. Nu rijdt Bram achter jou als ploegleider zijn en die roept van alles in je hoortje. Heb je daar echt wat aan? Ja, je hebt bordjes langs de weg welke kant je op moet. Nou, ik let daar niet op tijdens de tijdrit, want dan zie je het zo af dat je alleen maar focus hebt. Dus Bram die zegt links, rechts en precies wat voor bocht je moet nemen en hoeveel seconden of je inlopen op je voorganger en allemaal van die dingen. Dus je hebt echt heel veel aan. Nu rij je achter Nicky. Wat voor aanwijzingen kan je nog geven in zo'n tijdrit? Ik kan haar de lijnen aangeven die ze moet rijden. En ik kan ze ook zeggen van bijvoorbeeld nou terugschakelen of opschakelen. Op het moment dat het nodig is als het naar beneden of omhoog gaat. Kijk, Nicky is natuurlijk nog een jong meisje, moet nog veel leren. En daarvoor rij ik er nou ook achter om haar instructies te geven van wat ze het beste kan doen. Nicky, niet te groot gaan rijden, niet te groot, hè. En ik denk dat voor haar is dat wel belangrijk in de toekomst. Doe je daar ook echt altijd precies wat op uit? Of denk je zelf ook nog na in zo'n tijdrit? Of is het echt puur van wat hij zegt, dat doe ik? In het begin, tenminste bij mij, kan ik nog een beetje fatsoenlijk nadenken over aanzetten naar de bocht. Je moet je gewoon heel goed focussen. Dus je denkt altijd aan de kleine dingen waarvan je gewoon seconden op kan winnen. Nou, voor mij is dat best wel belangrijk. Dus gewoon nadenken, aanzetten naar de bocht, terugschakelen voor een bocht. Dus ja. Het geeft ook een stukje vertrouwen naar hun toe dat er iemand achter zit, mochten ze lek rijden of wat dan ook. Ja, dat er iemand is.